Meneer Schiphol, we zijn hier in Bredevoort. Wat is hier aan de hand? De eigenaar heeft de brandweer gebeld voor een brand in de silo. Ter plaatse gekomen hebben we ook inderdaad geconstateerd dat er een brand in een silodeel zit. En in dat silodeel zitten zonnebloemschubbels opgeslagen. En dat brandt op dit moment, want aan de buitenkant is verder niks te zien? Ja, aan de buitenkant is inderdaad niks te zien, hè, omdat het natuurlijk inpandige silo's zijn. Onze brandweercamera's hebben laten zien dat er een temperatuurverhoging is. En we zijn ook bij het lossen van de silo zijn ook brandende schilfers naar buiten gekomen. Hoe is de brand ontdekt? Ja, de eigenaar heeft de brand vanochtend ontdekt, zeg maar. Pas vanmiddag de brand gealarmeerd, omdat hij in de veronderstelling was dat hij het wel zou kunnen lossen. Alleen de brand blijft zich uitbreiden. Onze hulp is erbij ingeroepen. Er zit nou een zware klus voor de brandweer om zo'n silo licht te krijgen? Ja, dat is een lastige klus. Zeker omdat het materiaal nu vast zit. En dan moeten we dat behoedzaam los gaan maken. En wat we eigenlijk gaan doen is het materiaal loshalen. En rijden we naar een grasveld hiernaast en dan gaan we daar de plek afblussen. Hoeveel manschappen zijn ingezet? Op dit moment zijn er rond de 25 manschappen ingezet. Nu is het vrij ruim afgezet. Was er nog gevaar van explosie? Nee, er is op dit moment geen gevaar van explosie. Ja, dat was in eerste instantie wat door de politie werd er gezegd van afstand houden in verband met mogelijke explosiegevaar. Ja, dat klopt, omdat het eigenlijk onduidelijk was hoeveel de samenstelling was van de inhoud van de silo. En met name hoe de stof eruit ziet. Of het een fijne stof is of een grove stof. Nu is het ruim afgezet. Hoe lang denken jullie nog bezig te zijn? Ja, dat is erg moeilijk te zeggen op dit moment. Dit kan wel een paar uur duren, is onze ervaring. Nou, is het vrij warm. Ik neem aan dat de jongens er ook behoorlijk last van hebben. Ja, maar die passen zichzelf ook aan en houden uiteraard daar rekening mee, ook met een stuk aflossing naar het personeel toe, voldoende water en logistiek zal dadelijk ook worden opgestart. Dankjewel. Daar komt hij eentje, die heeft niet eens een herren bij zich. Ik heb een flesmaak.